De aanname van de belastingwetten is een belangrijke schakel binnen het hersteltraject van de economie. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblée. Volgens de president zijn de wetten noodzakelijk om te voldoen aan de eisen gesteld in het IMF-programma. Deze wetten die hebben een bijzonder karakter. En je zal ze tegen het holistisch achtergrond moeten plaatsen van onze herstel van onze economie, van de herstructureren van onze economie, van onze internationale samenwerking, maar zeker in relatie tot het IMF-programma wat we aan het uitvoeren zijn, meneer de voorzitter. En zoals u weet, meneer de voorzitter, zijn we al 1 jaar bezig om het IMF-programma uit te voeren. En 2 jaar bezig het herstelprogramma uit te voeren. En daarbinnen, meneer de voorzitter, zal je doelen moeten halen. Zal je targets moeten halen. Het herstelprogramma heeft een traject en een tijdlijn met targets die je moet halen. Gisteravond is de wet belasting over toegevoegde waarde BTW met 27 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? 27 voor. Wie is tegen? Stemmen jullie tegen of niet? Anders. Ja, nu wel? Oké. Nee, ik had het over die twee leden. 12 tegen. 27 voor, 12 tegen. De wet is aangenomen. Wat ons drijft om te stemmen voor deze wet, meneer de voorzitter, is de vele momenten van evaluatie welke is ingebouwd in deze wet. Vanuit het parlement ondersteun ik het initiatief dat we zullen werken straks met wetgevingsbrieven, waardoor wetten die afgekondigd worden, dat het parlement weer meer zeggenschap heeft om deze wetten te blijven corrigeren, aanpassen, onderzoek erover uit te voeren, meneer de voorzitter. We roepen uw parlement op om dit te ondersteunen, met ook de kanttekening dat we van de regering het woord krijgen dat government teken en dat soort zaken worden afgeschaft. We hebben reeds goedgekeurd in augustus en vandaag brengen we verbetering. En die verbetering moet ervoor zorgen dat we een vlottere introductie hebben van BTW. Voorzitter, maar wat we ook hebben afgesproken is dat we tussentijds zullen evalueren. De NDP en de BEP-fractie hebben tegengestemd. NDP-fractieleider Rabin Permisser zei dat de regering geen zekerheid heeft kunnen bieden dat de invoering van de BTW goed zal verlopen. Ook is er niet gekeken naar andere alternatieven om belasting te heffen. De regering heeft volgens Permisser ervoor gekozen het volk meer te belasten. Daarnaast is er niet ingegaan op veel vragen en voorstellen. Wij hebben niet de zekerheid gehad dat het goed zal lopen, voorzitter. En dat is netjes geformuleerd. Verder, voorzitter, dit wordt doorgedrukt onder het IMF-programma om daaraan de vierde trans proberen binnen te halen. Wij hebben niet gekeken naar alternatieven waar wij zo vaak over hebben gehad. Wij gaan in de rij van meer lasten en meer lasten op de bevolking plaatsen met de BTW. De wetten loon, inkomsten en casinobelasting zijn met algemene 40 stemmen aangenomen. De belastingvrije som is opgetrokken naar 7.500 SRD en de belastingschijven zijn aangepast. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? 41. 40. 28 plus 12 is 40. Ja, meneer Rutseland is erbij. 40 voor, wie is tegen? Niemand. Deze wet is met algemene 40 stemmen aangenomen.